Fiets dwars door het akkerland naar Wijnaldum. Kies op je gemak de mooiste bloemen uit. Pak een vaas en geniet nog dagen van de bloemenpracht. Dat kan allemaal bij Pluktuin Plukwat. Zaterdag 13 juli jongstleden had burgemeester Ina Scherps de eer het nieuwe seizoen te openen. En daarmee openen we dit tuinseizoen, hè? Dat iedereen maar veel bloemen mag komen plukken. Fijn dat u er bent. Nou, dank u. Even voor de foto. Het is een ongelooflijk mooie combinatie van kleuren. Tegelijkertijd ook, ja, jij zei een groene plek, dat is het ook. En je had het over de regen. In heel veel opzichten vinden we het veel regen die gevallen is en vinden we dat vervelend. Maar voor de natuur is het soms wel eens heel erg goed dat er zo'n klets water komt. En het resultaat zien we hier. Want groener dan dit gaan we denk ik nooit meer krijgen. Zo mooi. Maar de kleuren komen er ook aan. Ik hoop inderdaad dat we vanaf nu wat meer zon krijgen. Ja. Dat de kleur erin komt. En dat dit ons leven hier ook in het mooie Harlingen, Wienaam, Mullum, ook mee mag kleuren. Dankjewel. Ik kan zeggen, welkom maar. Kinderen van een aantal basisscholen krijgen hier wekelijks les van Sien Niermeijer. En verzorgen hun eigen tuintje. Sien is biologiedocent, specialist in schooltuinen en imker. Tjeerd Jukema, kippenboer en landbouwer, stelt opnieuw een stuk land beschikbaar. Zo wordt onderzoek gedaan akkerland ook op een andere manier te gebruiken. Er zijn verschillende bloemenmengsels gezaaid. Een ruime keuze aan snijbloemen. De dikte van de bos bepaalt de prijs. Niet alleen konden deze dag de eerste bloemen worden geplukt, het was tevens een gezellige manifestatie met diverse kraampjes, zoals de Open Imkerdag, ambachtelijk brood en banket, Wolkwerkplaats de Wolkemer en een kijkje bij de schooltuintjes. De doelstelling van de pluktuin is een mooie, fleurige en positieve plek te creëren waar mens en dier van kunnen profiteren. En dat is zeker gelukt. De tuin zal open blijven tot de invallende herfst.